President Chandrika Prasad Santokhi heeft aan het hoofd van een regeringsdelegatie een bezoek gebracht aan het district Saramaka. Het staatshoofd was ingenomen met de wijze waarop hij en de regering zijn verwelkomd. Het staatshoofd gaf tijdens het bezoek dat op vrijdag 2 oktober 2020 plaatsvond aan dat de regering naar het volk gaat om samen de problemen van het land te bespreken en op te lossen. Een van de principes van de regering is om te werken vanuit eenheid. U bent vandaag in het district Saramaka op bezoek. Een van de potentiële districten van de Republiek Suriname. Potentieel omdat de aardolie uit dit district komt, niet alleen, maar ook de enorme bronnen voor de kust. Potentieel omdat dit district over enorm veel landbouwgrond beschikt, uitermate geschikt voor de groente, aardvruchten en fruitsector. Dat dit district met de Koppename, Koesewijnen en Saramaka rivier een enorme bron is voor zoet water, voor de agrarische ontwikkeling en misschien even belangrijk als de olie. Maar ook de zeevisserij, dat dit district beschikt over een vrij jonge bevolking met potentie. Maar ook omdat dit district centraal ligt op de kaart. U moet weten dat de regering Santokhi Brunswijk heeft gezegd, we gaan naar de gemeenschappen toe, we gaan naar die districten om ook persoonlijk, fysiek aanwezig te zijn om ons boodschap over te brengen. En wanneer u met de grote baas ergens komt, dat betekent dat hij het woord gaat voeren, dat hij de gemeenschap gaat toespreken. Maar wat ik wel heeft opgevangen, is dat de agrariërs, de boeren, die planten, dat ik pleit voor hun dat de regering voor ze regelen hun gronden. Dat de regering op een andere manier kapitaal voor hun beschikbaar stellen, waar ze kunnen lenen om het werk, om hun werk beter te doen. Maar vooral wat betreft afzetmogelijkheden. U ziet het zelf, wanneer je hier in Suriname, meneer Jogi heeft het gezegd, je gaat met een zak boulanger naar de stad of vier, je komt terug en wanneer je inkopen doet in een Chinese winkel, dan heb je geen geld meer. We willen gaan naar export. De regering is ook bereid om u te stimuleren, om u te ondersteunen. Maar dat de president gaat u straks uitleggen hoe dit allemaal gaat gebeuren. Maar volk van Suriname, deze regering vraagt om een beetje geduld. We komen naar jullie toe, we komen naar de gemeenschappen met ons ontwikkelingsvisie. En daarom heeft deze regering oor voor een ieder. Saramaka is een district voor de agrarische productie. Maar niet zoals het daar gedemonstreerd is, met die houwer en die chap. Nee, moderne technologie. De agrarische productie, de agrarische sector ontwikkelen met moderne technologie. En dat gaat maken dat jongeren zich weer aangetrokken gaan voelen voor die agrarische sector. Want alle jongeren kijken naar andersoortige ontwikkeling, kijken naar hun eigen toekomst. Ja, jongeren willen ook titels hebben. Maar die titels kan je ook behalen in die agrarische sector. Als dat agrarisch onderwijs hier komt, op technisch niveau, op middelbaar niveau. Op het niveau waar je bachelor-titel kan halen. Op het niveau waar je doctoraal-titel kan halen. Ja, dat kan je ook halen binnen de agrarische sector. En dat gaan we stimuleren, agrarisch onderwijs. Om die basis te leggen, om die jongeren weer te interesseren voor die agrarische sector. En we hebben al een paar van die dingen al gezegd in ons jaarplan dat gepresenteerd is. We moeten weer beginnen, minister van Onderwijs, minister van LVV, met dat agrarisch onderwijs op die basisscholen. We hebben toch al die ouderen weten dat als je naar school ging, moest je leren planten.
En dat heeft geholpen. Dat moet terug. Aan de andere kant hebben we gezien de uiting van onze cultuur, de diversiteit. Waar ik nogmaals wil benadrukken, in die diversiteit zie je inderdaad die verschillen in cultuur. Maar die verschillen juist moet je zien als bindmiddel voor die cultuur van Suriname. En niet als scheidsmiddel. Eenheid en verscheidenheid. Dat is de kracht van onze cultuur. Dat is de kracht van onze natie. Dat is kracht van Suriname. En we hebben besloten als regering om te zorgen dat op basisonderwijs wij starten met cultuuronderwijs. Zodat als u volgende keer dat cultureel optreden weer gaat meemaken, dat u precies weet wat de verschillende kledij betekenen. Wat verschillende dansvormen betekenen. Wat verschillende muziekvormen betekenen. Dat is het. Niet alleen aanschouwen en leuk vinden. Weten wat die betekenis daarvan is. En dat gaan we bijbrengen in ons cultuuronderwijs. Mijn mensen, we zijn hier in Saramaka om diezelfde boodschap te blijven geven, de boodschap van hoop.